De veelgeprezen sterk cabaretier Richard Groenendijk, woonachtig in Rotterdam en deels op Goeree Overvlakke, heeft een slimme oplossing gevonden voor de afstand tot Hilversum tijdens tv-opnames. Tijdens de opnamedagen van het populaire programma Ik hou van Holland verblijft hij namelijk in het chic kasteel van Linda de Mol in Kraailo. Een bijzondere regeling die resulteert in gezellige momenten en zelfs winkeluitjes in het gooi. Hoewel Richard minder frequent op tv te zien is, maakt hij altijd een uitzondering voor Ik hou van Holland. In een interview met Show News deelt hij zijn enthousiasme. Ik denk dat ik hou van Holland. Echt een van de aller, allerleukste dingen is die ik ooit op televisie heb gedaan. Je vergeet dat je op TV bent. Ik vind het een groot feest. Ondanks zijn liefde voor televisie erkent hij dat het toneel zijn ware passie is. Daar ligt mijn hart. Het leven is kort. Het is allemaal heel kwetsbaar en je moet doen wat je het allerleukst vindt in het leven. Een personality show ziet Richard niet meer zitten. Ik heb ook wel eens in formats gezeten waar ik de boel moest dragen en dat vond ik gewoon niet leuk en dat zag je er ook aan af. Dus dat ga ik niet meer doen. Hij houdt het dus exclusief bij Ik hou van Holland, waar hij als sidekick schittert. Patty Bart, deskundige van Show Nieuws, merkt op dat Richard en Linda een sterke eenheid vormen. Tijdens de opnames verblijft Richard zelfs in het kasteel van Linda, waar ze gezamenlijk boodschappen doen in het gooi.